De soil Maçon-Condré heeft nu al besloten om in 2018 een tweede editie van de Marowijne Agri- en Foodbeurs te organiseren. Samen met de districtscommissaris van Marowijne, Freddy Daniel, heeft soil Maçon-Condré de eerste Marowijne Agri- en Foodbeurs georganiseerd. Deze was een groot succes waar er ruim 500 mensen op zijn afgekomen. Tijdens de tweede editie van de beurs zal ook het boek De Toekomst van Marowijne 2.0 worden gepresenteerd. Dit boek bestaat uit onder andere bijdragen van de georganiseerde opstelwedstrijd. De Mungo Agri- en Foodbeurs is een platform waar zowel landbouwers, foodverwerkers, kennisinstituten en overheid bij elkaar kunnen komen. Door nu ruim van tevoren te beginnen met de organisatie van de tweede beurs, zal er meer tijd zijn voor de deelnemende partijen om zich voor te bereiden. Stagiaires en deskundigen zullen worden ingezet om de boeren uit Marowijne te motiveren deel te nemen. Ook zullen lokale foodproducenten geïnteresseerd worden hun producten verder te ontwikkelen. Volgende maand komen reeds twee studenten voedingsmiddelen technologie daarvoor naar Mungo. In zowel Delft als Antwerpen worden werkconferenties georganiseerd over de toekomst van Marowijne als voorbereiding op de beurs van 2018. In Suriname worden er nu al deelnemers en sponsoren geworven voor de beurs.